En vrouwen guys. zeggen ook vaak, ik ben niet op zoek. Terwijl jullie zijn wel degelijk op zoek. Jullie zijn wel degelijk op zoek. Ik ben niet op zoek. Ik zoek niet. Ik wil ook geen It's complicated. Met en Mari. Ik val dus in voor uh, vond ik omdat ze mijn zwangerschapsverlof is. Uh, in de show van Noorden en vond ik op de radio. Yeah. Nu hadden we een stelling um, of het een red of een green flag is als een uh, man niet de initiatief neemt voor de dates. En ik vond dat dus een red flag, want ik hou ervan als een man ook zegt van: uh, Ga je met mij op date? Dan uh, gaan we hier en hier, ik pik je op en we gaan daarin. Maar niet dat hij gaat vragen van: uh, Wat zullen we doen? Dat hij je mee op date vraagt en dat hij daarna zegt van: Maar wat gaan we doen dan? Weet je wel. Hmm. En toen was er iemand ja, je kan in de FireX-app ja. die me wou komen vlammen en boos dat hij was. En boos dat hij okay. was. En toen hebben we hem opgebeld. En toen we hem ook belden, dacht ik: van nee, jij gaat hier op de bank zitten. Zeker, zeker. <laughs> Want ben jij Jeremy... je klaar om hier op de bank te zitten, Steven? Ik ben 100% je klaar. Je ziet al, hij zit ook in de hoek. Oké. Okay. Ik, ik zit ready. Want okay. zij gaf aan: ik vind het belangrijk als een man het initiatief neemt op een date en zo niet, dan vind ik dat een red flag. Terwijl ik denk: van... aan de ene kant. Vrouwen van Nederland, ja, een man moet uh, dit zijn, man moet sterk zijn, een man, moet, uh, man moet verantwoordelijk zijn, een hele waslijst. Maar een man moet ook zich gevoelig op kunnen stellen. Moet met mij mee kunnen denken. Dat denkt niet met je mee. Wat zou jij willen doen? Ik vind dat juist heel mooi. Wat zou jij willen doen? Met andere woorden, je mag doen wat je wilt. Maar als dat al een red flag is, dan you go have a problem. Dat, dat was nee, mijn punt. Maar oké. Okay. Um, kijk, stel je voor, jij vraagt een vrouw op date. Ja. Oké. Okay. Dus je hebt al je moed verzameld, je vindt haar leuk. En je zegt van. Hé, hey, zullen we anders een keer afspreken? En die vrouw zegt: Oh ja, leuk. En dan zeg je: Maar wat gaan we doen dan? Nee, dat is een andere vraag. Jij zegt: Wat gaan we doen? Dan nee. Wat zou jij willen doen? Wat vind jij leuk? Ja, dat maar dat is, dan, dat, dat is eigenlijk anders. hetzelfde. Dat is, nee, maar dat vind ik eigenlijk ook hetzelfde. Nee, dat, dat vind ik, dat vind ik anders. Nee, wat ik bedoel te zeggen is: zeg maar, als, uh, als die guy aan die vrouw vraagt. Wat vind jij leuk om te doen? Oké, okay, dat kan nog Zie net. Je? Wat vind je leuk kan nog net. Voordat, ja. Maar, maar dat, dit moet hij doen als ze ja heeft gezegd. Als ze ja heeft gezegd, oké, okay, wat zijn de dingen die je leuk vindt om te doen? Dan, weet, dan, dan heeft hij nog niet gezegd wat jullie gaan doen. En dan vind ik wel, het is dan aan hem om iets uit te kiezen aan de hand van haar informatie. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Maar nu was het zo van, die guy weet helemaal niks en die laat het aan de vrouw ja, over. Ja, nou, nou is het een, een, een zinsopbouwdingetje. Nee, nee, nee. Dat, nee, dat, nee, dat nee. is het grammatica, dat maakt niet <laughs> uit. Nee. Als een jongen vraagt van, goh, wat zou je willen doen? En dan kan je daarna zelf nog invullen. Ja, maar goh, wat zou je willen doen vind ik al anders dan, um, wat zou je leuk vinden om te doen? Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van, nou, het lijkt me leuk om wat te gaan eten. Of, uh, en als je daarna wat hij: Oh ja maar is goed. eerlijk, eerlijk. Bro, je vraagt erop date. Fix gewoon die eerste Tori gewoon. Sla desnoods de plank oh, gewoon mis. Nee, maar Nee, maar hey, eerlijk. eerlijk oh, is bro. gewoon eerlijk. Sla dan liever de eerste keer de plank mis. En dan kan jij zeggen: Oké, okay, maar wat vind jij leuk om te doen dan? Ik denk dat want ik de deze eerste. Afsluit, date, vriend, want ik Mag je even heel even, jongens? Ja. Heel even, heel even. Geen ruzie maken. De eerste date is namelijk <laughs> belangrijk om voor de guy en de girl om te weten. Of de guy en de guy, hoe je het ook doet. Uh, om te weten. Wat diegene interesseert. Wat vind je interessant? Wie ben je eigenlijk? Wat zijn de dingen waar je van houdt? Dat is waar de eerste date het misschien het belangrijkst voor is. In hoeverre hebben we op de eerste puntjes. zijn we in één lijn. dat er überhaupt een vervolgdate kan komen. Want dat bepaalt een hoop toch? Die eerste date. Ja. Sla dan liever die plank mis. Maar, ga, maar doe wel dingen. Ga, neem, do, kies wel een activiteit uit waarbij waar, waar, waar je dus met elkaar kan praten en achter deze dingen kan komen. Want als je ja. naar de bios gaat, dan weet je nog steeds niet wat ze leuk vindt. Dus stel je voor, hij neemt het eigen initiatief en meneertje denkt... ik ga lekker naar een horrorfilm, kan ze ik me aankrijpen. Zij ja, houdt van horrorfilms, heel die date mislukt. Alleen maar omdat meneertje het initiatief ja, nee, nam. En dan, dan weet je gelijk hoe hij is. Nee, dat weet je ja, helemaal nee, nog niet. Nee, maar dan nog, dan stel als die jongen dan zegt van... Uh, oké, okay, is goed, ik hou je op, we gaan naar de film. En dan is het ook aan haar te zeggen, oh leuk, of ik vind dat helemaal niet leuk. Of... Ik is het een verrassing. Ja, nou nou verrast nou. me maar, zegt ze. Horrorfilm, vind ik vreselijk. Maar jij de... komt nu wel met het uiterste. Nee, maar dat moeten we wel, wel even... De ja, maar allereerste kijk, ja, maar die dan dingen dan gebeuren, film... die dingen. Boys Thank slaan you. echt planken mis. Jij kan ja. het weten. Jij Tuurlijk, bent vrouw. maar vrouwen ook. We nee. zijn nee. allemaal mensen. Ja, maar ik bedoel... Nu ja, wil jij het met hem eens zijn, hè? Maar nee. Nee. hij gaf wel toe van de eerste date oh moet de man gewoon in de stief nemen. Deze aflevering is al afgelopen, guys. Dank je wel. Ik heb al. Wow, wow, wow. Nee, nee, nee. Oké, kijk, kijk, kijk. Kijk, laat het niet gaan over de discussie weer. En ik wil gewoon echt weten wat jullie echt vinden. Dat is wel echt mijn doel in dit ding. Kijk, als je dus <laughs> op date gaat, hè? Al, kijk, dat ding wat hij, laat me, laat me even proberen te vertalen wat jij zegt. Ja, en misschien you. kom ik er toe om te vertalen wat jij zegt. Ik denk aan ik het niet. Ik, voor zover ik het nog niet gedaan heb al, okay. eigenlijk. Um, kijk, het is al best moeilijk voor boys om zeg maar initiatief te nemen. Ja. Waarom? Omdat wij eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat we moeten doen. We weten niet hoe we jullie moeten approachen. Bridge. bridge. We weten niet wat jullie leuk vinden. We weten eigenlijk heel weinig over jullie. Weet mm. je waarom? Omdat we mannen zijn. En ik begrijp dat. Dat dus, dus, oh, dus is ook zo. We, de meeste jongens moeten echt veel dingen meemaken. Moeten nog veel leren. Op het moment dat ze maar jou... Afgewezen. Een... Maar Sowieso. je leert niet wanneer je het niet doet. Ja, maar weet je of? wat lullig is, uh, Maaie? En ik zeg je ook eerlijk, Jay. Sorry dat ik je onderbreek. Nee, nee, maaie, ja, goed. Um, een vrouw vindt het ook leuk... wanneer ze die man ziet struggelen van... oh, hij, hij doet in ieder geval iets. Oh, nee, dat is, is niet helemaal waar. Weet je, wel, weet je waarom, Maaie? Oké, okay, Horror Date, ja. Horrorfilm bedoel ik. Horror Date is wel heftig. Maar Horrorfilm. Eigenlijk, hij kiest ervoor om naar de filmmatch te gaan. Want hij denkt, hij ah, ik doet ik doe zijn best. En neemt nog een kleinigheidje geitje voor je mee. En denkt, ja, leuk film. Ha. Weet je, denkt hij, want dan hoef ik niet te praten, want ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja. Jij denkt, wat the fuck? Wat, wat, dit, was echt, dit was hem niet. Terwijl die guy misschien wel echt is. Maar ja. dat heeft die, dat heeft, hij heeft alleen zo'n domme date gekozen waarbij ja, hij die niet ja. kan laten zien. <laughs> ja. Dan krijgt hij van jou geen kans meer. Okay, ja. En me jij zeggen. hebt dan een jongen laten lopen hey, misschien die echt top is eigenlijk. luisteren? Heb je gehoord de laatste woorden? Voor alle mannen. Neem een vrouw nooit op de eerste date mee naar een film. Nee, dat is wel Want, maar, maar, wat is nee wacht, wacht. Jij? Want, ja, dan kan ja, je niet met elkaar eens. praten. Dus Je leert elkaar helemaal niet kennen. Je bent de hele dag naar het scherm aan het kijken, het is donker, je kan niks. Dus het maakt niet uit welke film? Jij zegt net, hij moet het initiatief nemen. Dat ja, zeg je. Stel hij neemt het initiatief het en zijn initiatief is de film. Dus je kan niet zeggen, neem het niet mee naar de film. Dat kan niet. Want jij zegt niet. Ja, maar moet... we moeten de boys wel helpen nu. Ja, we moeten, we de moeten de boys... helpen. Ik ben ik aan het helpen. We gaan uit van de situatie die jij schetste. Oké, okay, oh maar stel je voor, okay, die en man neemt mij mee. Dit is film. Oké, okay, we gaan nu die film pakken. Voor ja. Jou. ja? We pakken die film. Stel je voor, ik ben met een man aan het praten. Ja. En hij zegt: Wil je met mij op date? En ik zeg ja. En ja. hij zegt: Oké, okay, ik kom je vrijdagavond om acht uur ophalen. Ja. Hij komt me halen, ik maak me mooi. Ja. Hij neemt me mee naar een horrorfilm. En toevallig haat ik horrorfilm. Ja. Dus, Oké. Okay? En we zitten daar. Ja. Dan, dan probeer ik alsnog het beste ervan maken, want ik vind het cute. Oké, okay. okay. maar wat zo? ik dan doe. Wow. Okay. Ja, ik hou niet van die horrorfilm, maar ik vind wel leuk dat hij de initiatief neemt. En dat ik de, dus niet hoef te zeggen: van maar. Dit is dus een red flag. Maar, voor jou. Nee. Dat, dat, dat is het hele punt. Dat zei je de volgende keer. Ik zei, keer. het is een red flag als hij me op date vraagt. En op vrijdag vraagt hij me, maar wat gaan wat we gaan doen we dan? Wat gaan we vandaag doen? Ja, ik okay, en jij stelde voor naar een film, zei hij bijvoorbeeld. Okay. Nee, 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 nee. Ik stel in, in deze niet voor naar een film. Hij okay. neemt mij dus mee naar film. Okay. Precies wat jij zegt. Dus ja. hij neemt initiatief, maar het is voor jou niet leuk. Je vindt het niet leuk. Mm -hmm. Wat ik dan doe, ondanks dat ik het niet, misschien niet leuk vond... Maar ik vind het wel leuk dat hij die initiatief neemt. Dan zeg ik van... Ja, volgende keer geen horrorfilm, want ik vond het echt eng hoor. Maar ik vond het wel echt heel erg gezellig. Oké, okay, maar snap je in het hele punt hoe lachtig dit is? Hem... Nou, dan geef je, ja. Geef geen duidelijke informatie. Bedoel nee, maar, ik, maar dat is, bedoel ik het nou wel wel. Kijk, kijk, kijk. Wat je wilt maar, hem je... niet afdingen Nee, maar, kijk, wat, kijk, jij bent wel eerlijk. Zeg maar, je, 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 je vertegenwoordigt je punt eerlijk. Want je zegt dus als hij zonder een initiatief of zonder een idee komt, is het red flag. Maar als hij met een idee komt die niet zo goed is, is het altijd nog beter dan die red Juist. flag, toch? Dankjewel. Maar, nu, maar kijk, dit, kijk, ik probeer ook de, de kijker te helpen en yeah. de boys en de girls. Kijk, het is dan beter als je tegen een guy zegt: Als ze vraagt hey, hoe vond je het? Je zegt, nou, dat je gewoon zegt: Ik zal je eerlijk zeggen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het helemaal niks. Ik vind het leuk dat wij iets zijn gaan doen. Ik vind het leuk dat wij nu samen. zijn. Ik vind het eigenlijk heel leuk dat we nu aan het kletsen zijn. Maar ik vond die film helemaal niks. Dus volgende keer moeten we echt iets anders gaan doen. Ja, ja maar dat is wat ik zeg. Alleen jij verwoordt misschien wat harder nee, dan ik. Nee, het is niet wat harder. Wat jij zegt, het is wat, duidelijker. Want jij, jij zegt wel, die film vond ik helemaal niks. Dus dat zou ik ook zeggen. Maar ik zou, ik zou wel aan het begin beginnen met... Ik vond het heel erg leuk. Ik vond alleen die film nee, helemaal niks. Nee, dat is niet goed. Maar ik, Want nee, je vond het niet heel erg leuk. Maar ik vond het misschien wel gewoon leuk met hem. En dat ik tegen zijn arm kon aankrijgen of whatever. Maar misschien werkt niet bij ons. Je moet duidelijk zijn. <laughs> je moet duidelijk zijn. Ik zie je vechten hier. Ik nee, ik vecht niet jullie willen gewoon niet aannemen dat ik het wel leuk vind. Oké, okay, maar snap je de hele Nee, maar mij, begrijp je wat ik probeer te zeggen? Ik begrijp wat jij probeert te zeggen, maar nee, dat, dat is niet Nee, begrijp wat ik probeer te doen? Ja. Ik begrijp ik wat jij probeert jou, probeer te doen. Ik probeer jou en alle andere vrouwen die nu kijken te helpen beter te wacht. krijgen, wacht even, beter te krijgen. Shots fired. Te krijgen gewoon een, een, een kortere weg naar het krijgen wat jullie willen zien. Oké. Okay. En, en bij mannen bij mannen moet je gewoon Simpeler en directer zijn. Nee, maar luister, Sim Jay. ik begrijp wat jij bedoelt en ik begrijp waar jij heen wil, niet van jou. Maar, anyhow. Wow. Uh, wow. wat ik bedoel te zeggen, stel wow. je voor, die jongen komt me om acht uur ophalen met ja. de auto. Okay? Ja. Ik stap in, we maken een praatje, het is spannend, het is gezellig, we lopen de bioscoop in. Wat wil jij eten? Ik wil dit eten, ah, grapje, grapje hier en daar. Mm -hmm. En dan pas wanneer de film begint, merk ik, oh, het is een horrorfilm, ik hou hier niet van. Maar daarvoor is het toch gezellig geweest. Maar waarom is het dan zo moeilijk op? om op dat moment te zeggen, ik, vind, ik hou echt niet van horrorfilms. Dat zou ik maar, ook zeggen. Dan dus staat de jongen zitten, op en de oh jongen oh my vertrekt God. met jou dan toch? Oh, dan gaan we iets misschien, anders doen. Misschien. Dat is eigenlijk wel beter. Dat is nog beter, om dat, want jij gaat achteraf pas zeggen, ik vond de film vreselijk. Waarom zeg je op dat moment niet, ik vind de film niet leuk. Als hij Vaar, toch blijft, blijft zitten. gewoon twee uur of dan zo. Dan ben ik het met je eens. Maar het is ook raar om ineens die, heel die film af ik te kappen omdat ik het niet leuk vond. Sorry, dan moet hij beter doen. Klaar. En boys, geloof me, een boy vindt het vandaag erg, maar morgen is hij blij dat hij het weet. Geloof Natuurlijk, me. Sterker nog, ik ga zo vaak bij films weg. Het gaat maar niet om het geld, het gaat erom dat ik plezier heb. Als ik het niet leuk vind, ik vind ik een leuke film, dan moet ik blijven zitten omdat ik betaald heb. Nee, ja, ik okay, kan naar huis. nee het gaat dus, niet. Als jij aangeeft, ik, vind, ik, vind, ik hou echt niet van horror, dat vind ik vind, niet leuk. Als die jongen dan blijft zitten, toch? Ah, kom, we blijven toch zitten. Dan, dan is het een red flag. Want dan zet je die film boven tijd met jou. Dan ben ik het met je eens. Maar als hij dan aangeeft, oké. Maar als hij dan aangeeft, okay. hij aangeeft oh, sorry, het. kom, dan gaan we iets anders doen. Kom. En als, wat, wat, wat zullen we gaan doen? Oh god, of kunnen Steven. we iets anders gaan doen? Dan is het toch anders? Dan Are is we becoming friends? Nou, absoluut niet. <laughs> Totaal niet. Zie hoe mannen zijn? Zie je hoe Oval mannen niet. zijn? Oh my god. Maar Steven, dus jij bent die guy die de date overlaat aan een vrouw? Ik, nou, niet zozeer de date overlaat aan een vrouw. Het moet het moet automatisch gaan. Als ik met de vrouw aan het kletsen ben, haha, leuk, leuk, leuk. Oh, zullen we, zullen we daten? Zullen we gezellig, oké. Okay. Dan zou ik vragen, oké, okay, daten dus. Um, oké, okay, wat zullen we doen? Even kijken, wat gaan we doen? Het moet automatisch dus het gaan. Samen. We doen het samen, weet je. Okay. Het is 2023. Waarom moet een man altijd maar alles... En dat is het hele probleem. Mannen, als ik een vrouw vraag, goh, ik, ben nu, ik heb een hele lieve vrouw, maar als ik vrijgezel zou zijn en ik moet een, een vrouw vinden, de lijst past niet in het hele gebouw. Zo lang is de lijst van een vrouw waar een man aan moet voldoen. Ik merk dus aan dit gesprek dat communicatie dus eigenlijk het moeilijkste is in, date, in dating life. Ja. En dat, dat is wel een dingetje. Even gewoon een klein feitje over vrijgezelle mensen. Er zijn 1,23 miljoen vrijgezelle mannen. En er zijn 1,7 miljoen vrijgezelle vrouwen in Nederland. Uh, daarvan is volgens een onderzoek van RTL de datingpool van de mensen. Die, uh, als je, sorry, ik zeg het verkeerd. Als je 56 bent, dan is je datingpool het grootst. Dus basically haal ik daaruit, ik weet niet of het echt zo is, dat de meeste, de meeste vrijgezelle mensen, de meeste. Die zijn uh, waarschijnlijk gescheiden of zo. Snap je? Want als je 56 bent, dan heb je waarschijnlijk al een relatie gehad. Of ja. meerdere. Of mm -hmm. gaat ja. de, dus, maar goed. Al die mensen die vrijgezel zijn, die op een date gaan. en die elkaar niet goed begrijpen of het gaat mis. heeft dus eigenlijk allemaal met communicatie te maken. Ik denk dat het dus zou helpen. als het ons lukt om erachter te komen. ja, dan gaan wij nu gewoon even snel in een kwartiertje proberen. Uh, om erachter te komen. Wat we zouden kunnen geven aan de kijker. Waardoor het daten net iets makkelijker gaat. Voor de vrouw is het natuurlijk heel moeilijk om de man te begrijpen. En voor de man is het natuurlijk heel moeilijk om de vrouw te begrijpen. En wat zijn die dingen die we aan elkaar kunnen geven zoals net. Jij zei bijvoorbeeld net van. Ja dan ga ik tegen hem zeggen het was heel leuk. Maar misschien, ik vond die film toch wel misschien heel eng. Dat is super lief en super goed bedoeld. Maar het, het is minder effectief. Mm -hmm. Het is effectiever als je tegen een boy zegt. Deze broek die je aan hebt. Ik voel hem echt niet. Gewoon boem, Niet van, heb je niet uh, die ene zwarte broek, die is misschien beter. Maar of, uh, hij weet niet dat deze fout of ze zeggen, is. Jij moet hem aan. Die. Ja, dus ik, ik, kortom, ik denk dus dat communicatie een van de dingen is waar, waar het door komt. Dus als we misschien net even iets beter met elkaar durven te praten. Maar goed, waarom denk jij dat zoveel mensen vrijgesteld zijn die het niet zouden willen? Want sommige mensen willen gewoon nou, vrijgesteld zijn. Nou, het is al wat je zegt. Dan, dan, dan pak ik een hele andere uh, snelweg, om het maar zo te zeggen. Maar um, ik denk dat mensen in het verleden dus, zij zijn 56, zeg jij dus, 56 grootste datingpool. Ja. Die hebben wat meegemaakt, is verkeerd gegaan. Niet alleen communicatie, maar ook dat mensen uit elkaar groeien. Uh, uh, geen spanning meer in de relatie. Uh, en dan, en, en, dan ik, en dan gooi ik wat op. Zijn mensen wel gemaakt voor zo'n monogame relatie? En, 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 en waar wij in zitten in, in deze maatschappij, een monogame relaties... Suggereren dat de... monogamie misschien het probleem is? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ja, iedereen kent mijn verhaal. Ons verhaal van mij ja, en mijn vrouw. Ja, vertel een dus... lichtje even uit. Leg even uit. Er zijn, zijn misschien dat... net even die drie kijkers die het niet weten. <laughs> Nou, kijk, ik heb mijn vrouw die, die uh, zijn in de media gekomen omdat uh, ik stond te zoenen met een andere vrouw. Nou, heel Nederland viel er overheen. Van, ah, hij staat met een andere vrouw, te zoenen, hij is net getrouwd. Ja, ja, ja. Als ik net naar de trouwerij, dat klopt. Maar mijn vrouw stond ernaast en die stond ook een vrouw te zoenen. Ja, en toen hebben wij interviews gegeven. Ja, af en toe doen wij een vrouw erbij. Want waarom? Mijn vrouw, die viel al op vrouwen. Uh, maar dat was het eigenlijk, weet je? Dat vallen, zo. Val jij ook op vrouwen, dat komt terug. Maar betekent uit. dat dan um, dat jullie een open relatie hebben? Zo, open relaties zijn er in heel niet? veel verschillende vormen, weet je. Ja. Dus ja, we hebben een soort van open relatie, ja. Het is geen typisch, standaard, monogame relatie die wij ja. hebben. Dus uh, het is ook geen succes. Ik bedoel, het is geen, um, hoe zeg je dat? Het is geen, uh, hoe zeg je dat? Garantie op succes, wil ik zeggen, ja. Tuurlijk niet, want er zullen ook open. stellen zijn die open relaties hebben die uit elkaar gaan. Tuurlijk. Alleen, ik merk wel dat het uh, spannend is. Het is leuk. En je moet jezelf wel de vraag stellen. Als jij uh, 25 bent en je komt bij elkaar en je, uh, je sterft op je 75ste... dat je 50 jaar wel bij elkaar bent... en dan 50 jaar het, uh, hetzelfde met elkaar moet delen. Dan is, dat vra dan is de vraag... zijn wij daarvoor, daarvoor wel gemaakt? Weet je, volgens mij heb ik ergens gelezen... dat er 243 soorten maatschappijen zijn op de wereld. Uh, en, en een groot deel daarvan... is niet, is niet gebaseerd op een monogame relatie. Weet je? Dus we willen wel heel veel in het Westen... maar zijn wij daar wel voor gemaakt... Weet je, we willen, we willen dat graag, maar daar komt verleiding bij. Met social media heel erg. Um, uh, hebben, ik heb heel vaak in interviews ook aangegeven. Moet je je voorstellen: een man die er goed uitziet. en die elke dag maar weer. Op zijn, of een vrouw die elke dag maar weer die aandacht krijgt. Uh, en iedere keer nee moet zeggen. Je moet je voorstellen dat je in een snoepwinkel staat. en uh, je hebt de zure beertjes. maar door de jaren heen worden de matjes aangevuld. de chocolade wordt aangevuld. Daar komen nieuwe, daar. <laughs> Niet, de hele snoep wordt vervangen. Maar jij zit na tien jaar nog steeds met die zure beertjes. Er is niks mis met die zure beertjes. Maar... Ja, maar Steven, het ding is: sommige mensen krijgen niet eens één een, een matje of één beertje. Sommige mensen vinden geen partner. Ja. En laten we daar maar eerst mee beginnen voordat ze kunnen kijken naar wat voor relaties nou, ik ze krijgen. Maar jij krijgt eerst over die 56, die, die mensen die we mee hebben. Ja, okay. yes. dat bedoelde ik. Ja, ja. ja, dat het daardoor komt. Ja, ja dat zou best kunnen. Ja, dus de... het, heeft, het, heeft natuurlijk, het kan met zoveel dingen te maken hebben. Dat is onder andere. Je weet niet weten hoe mijn inbox volliep met mannen en vrouwen die zeiden: ja, ja, ik zit vast in mijn relatie. Goh, zou je, wat zou ik daaraan kunnen doen? Wat is jouw tips? Wat is jouw advies? Die stroomden gewoon over. Yeah. Ja. Heel veel. Met... Maar, maar. maar ik, zou ik... jij dat kunnen, Maaike? Dat, uh, dat, uh, dat jouw vriend uh, zoiets heeft van, ja, even voor je hebt zou een vriend hebben. Net is zoiets heeft van, nou ja, laten we even de, de relatie okay. opspijzen. Vraag je dit aan <laughs> mij? Are <laughs> you sure? Hey sure? hoe goed ken je mij? We <laughs> werken al vier, vijf jaar met elkaar, hè? Come on. Maar, <laughs> ik denk dus... dat zelfs een vaste kijker van Is Complicated <laughs> weet wat jij daarop gaat antwoorden. <laughs> ik heb dit niet gehoord. <laughs> maar um... <lacht> Moord, moord. <lacht> ik, ik vind het best wel verrassend van die 56. Want ik dacht juist altijd dat de pool wat jonger was. Omdat ik zelf um, uh, meemaak dat... De ene uh, helft van de jongeren is nog ouderwets. En de andere is heel erg, laat maar zeggen, in het nu. Van ja. alles kan. En, en dat gaat de laatste tijd helemaal niet zo goed samen. En daarom is er een beetje, ja, hoe kan je dat goed verwoorden? Um, dat die miscommunicatie waarvan, ik, waarvan jij zegt wat gaat ontstaan. Ja. De ene denkt dit, de andere denkt dat. En die vindt dit en die vindt dat. En dan komen er lijstjes. En die lijstje met, met je niet met die, dat lijstje. Want die denkt ouderwets en die denkt nieuw. Dus ik dacht dat dat het was. Ja. Maar als ik nu nadenk. Ja vind ik wel, um, ook met mijn leeftijd al, als ik bijvoorbeeld naar de club wil, ik wil naar een feestje, dat ik dan daar aankom en denk van, ja, iedereen is hier zo jong. Dus voor mij is al weinig te doen. Moet je nagaan voor mensen van 56 jaar. Maar misschien ben je ook oud, dat kan ook. Nee, ik ben niet oud. Dat Jij zegt misschien is jong, maar misschien ben jij oud. Dat kan ook, hè? <laughs> oh, zo. In de club, maar, In de club um, dan. Ja, dat zou ook kunnen, maar... Dus wat ik wil zeggen is voor die waar leeftijd. Waar moet je elkaar bedoel je? Dat. Social er media. Er is heel weinig. Uh... Nee, er is heel veel social ja, maar media. Maar wil je elkaar via social media leren kennen? Ja, als je, geen, het keuze als je geen keuze hebt. Is het toch zo leuk om ergens heen te gaan, even te vibe? Waarheen? En... Ik, ik wil <laughs> al niet op social media iemand leren kennen. Snap ik liever. Maar waar ga je dan naartoe dat om iemand is, te dat ontmoeten? Dat is het probleem. Social media. Nee! Waarom niet? Maar dat is weer een ijs op je lijst. Dus jij wilt, jij wilt nee, die kaart vinden. Ik zeg niet dat het een ijs op mijn lijst is. Nou, zo klinkt op het lijst, Is het raar. Maar <laughs> het is, laat maar zeggen, meer van. Ja, het, ik zeg eerlijk, het kan me ook overkomen dat ik gewoon iemand via social media leer kennen. Maar je gaat niet de hele dag. Oh, wat een knappe op Nee, vrouw. maar je zoekt niet per se. In live zoek je ook niet. Soms gaat je toch niet uit van ai. Nu ga ik kijken of ik die gezikte guy vind. Zo ga je ook niet uit. Nee, maar vroeger. Je, je kan die guide. Vroeger. Ik, ik kan je wat vertellen over vroeger. Ja. Vroeger was er geen social media. Ja. <laughs> dus waar moest je vroeger naartoe? Want er zijn niet meer plekken dan vroeger. Of ja. vroeger waren er niet meer plekken per se. Nee. Vroeger kwam iemand op straat naar je toe. Dat is tegenwoordig fout. Dat mag niet meer. Dat is waar. Nee, dat is zo. Ja. Echt eraan en, 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 nee, nee, en ik snap waarom het fout is. want... Iemand is gewoon haar of zijn hond aan het uitlaten. Helemaal niet behoefte aan een soort van contact van buitenaf. Misschien op dat moment. Dat weet je niet van tevoren. Ja, jij misschien, maar heel veel mensen niet. Nee, niet ik per se. Per se. Het ligt eraan hoe je iemand aanspreekt. En wanneer. En, ja, oké. Okay, maar je moet daar wel een beetje zicht in hebben. Maar dus... Vroeger, nee, niet eens vroeger. Het is toch hartstikke leuk om een leuke outfit aantrekken. Je mooi te maken en denk van, oeh, ik ga naar buiten. Wie weet, kom ik iemand tegen of whatever. Maar ja, maar dat je Dat is zoekt er niet. gewoon bijna niet. Ja, jawel, dat is er wel. Waar ga je? Ja, nee, je kan toch. Nou, maar vroeger, waar ging je vroeger naartoe dan? Nou, vroeger Feetjes. was ik er nog niet. Maar... Nou, ik kan je vertellen: <laughs> Feestje was het enige. Feestje Was het enige? Ja, Feestje of, ja. Of ergens een, een ergens wat drinken, gewoon borreltjes en natuurlijk. Maar er waren geen andere plekken, ja. Of je ging naar speed dating uh, dingetje. Maar hier is zo'n persoon die nee die, wacht even. jij, bent zo iemand die dan hoopt dat je in de supermarkt loopt en dat je je hand op die mango legt? en Dat een andere persoon, hand ook op die mango legt, elkaar aankijkt en ah, dit was het. Dit was even het en het zo. Is. Is ja? het. nee, nee. nee zo werd ik, het, ik, het, ik vraag het maar ja. af. Ja, die ik het. is een op een miljoen. Dat kan niet gebeuren, en eerlijk, en dan ben ik blij dat social media er is. Dat men in ieder geval met elkaar kan praten, connecten. Swipen naar links, swipen naar rechts. Ik doe er niet aan mee. Ik heb zo mijn partner ook niet uh, leren kennen. Ik heb mm -hmm. mijn partner via mijn nicht leren kennen. Mm -hmm. zo, zo leren eigenlijk heel veel mensen ja. elkaar ook kennen. Via en kennis ja, werk. Ja, via, via, de via sportschool. Werk. sportschool? Via, via werk. En dan willen jullie mij plekken. op social media gooien? Nee, je, maar. Kun je niet op social media gooien, maar je hebt uh, weinig keuze. Dus... Oh ja. Oké, okay, maar waarom denk jij dan dat heel veel mensen vrijgesteld zijn? Dus echt puur omdat we uh, anders denken of zo? Oh nee, daar was je van af of zo toch? Nou, um, ik denk gewoon dat er dat we in Anno 2023 heel veel. Mm, ja, hoe kan je dat goed verwoorden? Het is allemaal veel moderner geworden. Mensen denken veel moderner. Er zijn veel meer mogelijkheden. Hoe bedoel je moderner? Alles kan. Um, als in wat, bijvoorbeeld het verhaal dat jij deelt. Kijk, ik ben wel echt heel ouderwets. Dat ga ik je gewoon heel eerlijk zeggen. Ik ben ook heel ja, maar ouderwets. Er zijn meer en mensen kom... die, niet denken als, die niet in een relatie ja. zitten zoals die van hem. Hè? Er zijn meer mensen die dat niet denken. Nee, hebben. nee, nee. Dus ja. ik, ik, kijk, ik kom uit een huishouden. Mijn ouders hebben elkaar uh, leren kennen. En zijn getrouwd. En zijn al 34 jaar samen. Nog steeds... G geloof ik dat mijn ouders nooit vreemd zijn gegaan en dat weet ik echt zeker. Ik heb het laatst nog gevraagd naar die aflevering met Keizer en Gio en ze zeiden allebei nee. Maar. Um... Als het zo zou zijn, zouden ze ook geen ja zeggen. Jawel, ja, ja, wel. Ja. Dus respect Kijk, je ik je wel. respect aan je ouders, een nee, 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 nee. Ik kom echt van een cultuur ja. dat, dat het anders is. Snap je? Dus ik, ik ben ook. gewoon. Nee, ja, maar jij hebt het geaccepteerd. Ik accepteer het gewoon niet. Dus waar, wat is de vraag uiteindelijk? Wat heb ik dus geaccepteerd? Oh my goodness. <laughs> dus, dus nee, de vraag was dus waarom ik denk dat het nu moeilijker is. Dus yeah. ik denk dat het gewoon zo, door social media, door mensen liken en meerdere manieren om ja, je, jullie begrijpen nee, wat ik, begrijp ik bedoel. Nee, ik begrijp je niet. Ik vind het gewoon nee, moeilijk betaalig. om te dat ik iets moet, moet gaan aannemen zo. of iets moet gaan bedenken. Dit is typisch bedenken. een vrouw gewoon. Dit is typisch, het probleem, dit is het hele probleem. Nee, dit man, dit hier ik is ga uit het... deze aflevering. Maar nee, ik neem niet ik. Met jou. Oh, dit, dit hier is het Probleem met het is niet een, een probleem. Maar wat bedoel je dan? Wat is dan het probleem? Nou, ze hebben nu een punt te maken. Terwijl voor een man is het simpel, duidelijk. Um, een man die komt in een discotheek naar je toe. Laat me een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Ik toen ik vrij gezellig was, ik was 22, danssalon Eindhoven. Uh, ik was aan het dansen. Uh, ik, uh, nee, ik was uh, wat jonger. Ik was uh, op mijn 18e was ik ontmaagd. En uh, ja. Arme jongen. Luister, ja, ik was pas 18. Arme jongen. Nee, niet pas. Nu, huh? uh, niet pas. Ja. Vroeger, ja, vroeger. vroeger. Ik, ik ben er best trots op, 18 jaar. Maar goed, um, en mijn vrienden, die Surinamers en Antillanen bij elkaar, die waren al ontmaakt op hun zesde. Je weet hoe het gaat. In ieder geval, <laughs> die gasten, ik was gewoon een bloeien. Dus, um, ik sta in de discotheek en die Surinamse, Antillaanse vrienden van mij zeiden, Steven, vandaag is jouw dag, je weet, kom op, je kan het man, je kan het. Dus ik werd gehyped, ik werd gepompt, Dragon Ball het power level ging omhoog. En ik zeg, ja man, en ik zag een meisje alleen staan. Ik loop er naartoe en ik zeg, hé, hey, uh, mijn naam is Steven, mag ik vragen hoe je heet? Ze zegt, ja, mijn naam is Linda, hoezo? Ja, uh, ja uh, ik, ik, uh, ik heb je alleen zien staan. Oh, je hebt me alleen zien staan. Ik zeg, ja, oh, kun je dat misschien ook zo laten? Rakak. Mooi. Punchline. Ah, nice. Dus, hey, Linda, Linda, be like Linda. Linda. <laughs> maar die, ik ging kapot van binnen. Maar ik heb niks verkeerds gedaan, snap je? Maar dus misschien vond ze je niet leuk. Maar dat kun je ook normaal... Ik kan, kun maar kun zij je, niet. Kun je normaal aangeven. Maar dat is alleen, mannen durven gewoon niet meer op een vrouw uh. af te stappen. Want op straat kan het al niet meer. Heel veel vrouwen ja, die zitten er niet op te wachten. Ik vind dit allemaal smoesjes, guys En vrouwen zeggen ook vaak ik ben niet op zoek. Terwijl jullie zijn wel degelijk op zoek. Jullie zijn wel degelijk op zoek. Ik ben niet op zoek. Ik zoek niet. Ik, 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 ik hoef e geen vrienden. Is... Alle vrouwen zijn opeens niet op te zeggen dat. Dus volgens maar jou. Maar ik vind het allemaal... Ik vind het ja. allemaal excuus om, laat maar zeggen, een vrouw niet aan te spreken. Omdat een vrouw jou één keer... Dus omdat een man één keer bijvoorbeeld maar, op mijn vreemd is gegaan, ga ik nooit maar, meer in een relatie. Nee, nee, nee. Het is voor een man, wil ik zeggen. Het is maar, heel mij, eng. Ja. maar mij, één ding wil ik wel zeggen. En ik weet niet of jij dat ook herkent. Het is wel enger geworden voor Aha, de man. Dat bedoel ik. Het is wel, de, vandaag de dag is het wel enger geworden voor de ik man. Ik begrijp het, maar zolang jij weet dat je niks verkeerd doet of niks verkeerd zegt, dan hoeft het niet eng te zijn. Nee, Marie, kijk, maar kijk, maar mijn afwijzing is nooit leuk. Ook al Tuurlijk heb je er al niet. negen gehad, ja. die tiende is nog steeds <laughs> niet lekker. Nee, het is nooit zo van en, en jullie denken dat wij vrouwen niet worden afgewezen? Weet je, wij, wij ja, spreken een man ook wel eens aan. Of wij vinden een man ook wel eens, uh, laat maar zeggen, op een manier leuk waarvan we denken: van, laat ik nou maar initiatieven. Maar jullie nemen. hebben wel de luxe om af te kunnen wachten. Die luxe hebben jullie wel, daar ben je het mee eens. Nee, dat, dat is wat, wat je ervan nee, maakt. Nee, maar dat is niet meer zo. Dat jij al vindt dat wij het moeten doen en wij initiatief moeten nemen, zegt al dat jullie die luxe wel meer hebben dan wij hebben. Exact. He nee, he want said. het is tegenwoordig ook zo van mannen die hebben zo'n. Iets opgebouwd bij hunzelf. Dat ik bied het je één keer aan. Is het ja, dan is het ja. Is het nee, dan ga, ga je me nooit meer spreken en zien. Hè? Maar je kunt toch toegeven dat vrouwen. De, de mogelijkheid. Laat ik het anders zeggen: een man komt een bar binnenlopen, alleen maar mooie vrouwen, en die man zegt: U wil mij seks hebben vanavond? Die hele mensen, wie is die mafketel. Een Mooie vrouw komt een bar binnenlopen, alleen maar mannen. Wil seks hebben? Die bar is bijna binnen... al die mannen bijna binnen een minuut leeg. Ja, ja. ik hoor. Conclusie: ik hoor. een vrouw ja, die hoor. kan het zich permitteren. Nee, maar dit is geen goed te... voorbeeld die jij geeft. Dat nee, maar dit is wel een soort van een illustratie van, van hoe. Nee, het dat is in elkaar hoe jullie zit. naar vrouwen kijken. Nee, het is niet wij niet hoe, kijken hoe, gewoon het is niet zo hoe, naar een man. Nee, het is niet hoe wij naar vrouwen kijken. Het is gewoon een stukje, uh, 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 zeg maar, luxe die jullie hebben. Of, uh, misschien is het geen luxe, maar het is wel een soort van hoe het in onze wereld gaat. En hoe het in jullie wereld ook gaat. Het is wel de realiteit, toch? Ik, kijk, het is niet dat ik jullie niet begrijp. Ik begrijp jullie ergens. Maar je wilt gewoon het niet begrijpen. Nee, 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 het? nee. Ik vind gewoon wel dat jullie, laat maar zeggen. Kun je toegeven, want nu ga je weer een afslag pakken op die snelweg. <laughs> Kun je gewoon toegeven dat vrouwen. En, voor, en ik, hoor, ik, hoor, ik vind ook dat jullie daar horen. Hè? Ik vind oldschool, jachtluipaard, gazellen. Je ziet nooit een gazelle achter een jachtluipaard aanrennen, toch? Die jachtluipaard zit achter ja, okay, die gazellen okay, aan. Yeah. Vrouwen, gazelles, mannen zijn de jachtluipaarden. Wij moeten jagen. En dat vind ik normaal, dat hoort zo. Maar ik vind wel, een vrouw heeft een, een bevoorrechte positie. Als, en dat, een prinses, queen, daar moeten wij achteraan. Dat vind ik. Terecht. Hmm. Maar je kunt toch wel, toe... Kun je ja. toch wel. je toch toegeven dat een man daar achterna moet zitten en uh, jij een afwachtende houding kan aannemen? Zo van: okay, dat begrijp ik. Je maar je kan geen je kan kijken, je kan knipogen, je Zeker. Kan... Toch? Zeker. Maar ik vind het een slap excuus om te zeggen dat het eng is allemaal. Het is eng. Weet je waarom het eng is? Wow. Weet je waarom het vandaag de dag enger is geworden? Niet, niet op een manier van. Oeh, ik ben bang om afgewezen te worden alleen. Uh, een compliment alleen al. Kan gezien worden als seksistisch. Of grensoverschrijdend? grensoverschrijdend. Ja. ja Als je gewoon zegt van oh wauw. Ik heb letterlijk deze twee voorbeelden van diezelfde vriend van mij meegemaakt. Hij, nou. heeft de deur, hij heeft de fout gemaakt om bij de eerste date de deur van zijn auto voor haar open te doen. En toen? Huh? Toen vond ze van. Uh, ik kan de deur zelf open doen. Ja, jullie nee, mannen hebben vrouwen jarenlang vrouw al disabled. Uh, disabled met jullie soort van. Ja. Met jullie soort van. Die vrouw um, heeft issues. Ander, diezelfde guy maakt de andere keer, uh, wordt hij voorgesteld aan een vrouw. Hij is. Nou ja, nu ga ik hem een soort van snitje bijna, maar hij is kapper, dus hij is geïnteresseerd in haar en dat soort dingen. Dat meisje had haar. Ze is een black girl en ze had haar natural hair. Ja. Yeah. En hij zei: van, Wow, je haar is echt mooi zo, man. Wauw. Als je het mij zou vragen, weet je, toch iedere zuster, ja, maar je haar is echt nice. Keek ze hem echt zo aan, zo. En dan was er een andere woke broeder bij. En die woke broeder ging zo van: Ja, je weet toch, het is een beetje. Ja, je weet toch? Het is niet aan jou om zeg maar. Nee. Zo echt wel een mooi compliment. Te... Jongens, ik, zou, snap, ja. ik, denk, ik zou me jou eens En daarom kan, jij, daarom, daarom, daarom kan jij dus niet. Uh, daarom gaat het er bij jou niet in dat het moeilijker geworden is. Omdat jij niet zo denkt. Maar ja. er zijn sommige vrouwen, ja. de vrouwen, die gewoon hard durven te roepen. En dit hard durven te, te zijn. Ja. Waardoor dat is wat sommige mannen okay. opvangen. En dat is wat zij van zolang je van jezelf weet dat je niks verkeerd hebt gedaan... is het nooit een fout. En als die vrouw verkeerd reageert... is die vrouw gewoon sorry. Ze heeft issues. En niet voor jou dan. Maar dat is ook makkelijk om te zeggen, toch? Voor jezelf ook niet. Die man die is, die heeft de beste intenties. Die, die zoekt een leuke vrouw. En die maakt een opmerking. Maar je kan het ook wel voorstellen dat de man daar onzeker van wordt? Ja, toch? Je zou maar een relatie met haar hebben. La, 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 laat, laat ik het zo aan je vragen, Mai. Laat ik het zo aan je vragen. Dus... Want dit is wel Antori eigenlijk, we, we yeah. hebben het wel over een dingetje nu. Want kijk, um, kan je je voorstellen dat zo'n guy denkt van, oké, okay, ik heb echt de beste intenties. Um, ik, heb, ik heb echt opgeleid dat ik respectvol was. Ja. Um, ik heb ook genoeg afstand gehouden. En nog steeds heb ik deze reactie, oké, okay, wat doe ik verkeerd? En hoe gaat die guy nu naar de volgende vrouw stappen? Onzekerheid, die, guy, toch? die guy die, snap je wat ik bedoel? Die guy die echt even gewoon gecheckt van oké, okay, wat heb ik allemaal. Ja. Het, is, het lijkt me moeilijk hoor. En... Het is ook voor, voor hetzelfde ook voor een vrouw. Tuurlijk. Een vrouw die bijvoorbeeld, je bent aan het daten net met een guy. Je gewoon cool, alles is cool. Maar die guy wordt onzeker. Om een voorbeeld te noemen. Je verdient gewoon veel. Je verdient ja. heel veel geld. Mm -hmm. Maar die guy weet, wordt nu een soort van de derde guy al, die zich een soort van geïntimideerd voelt. Dan ga je uh, door, door wat jij verdient. Dan ja. ga je als vrouw toch misschien de eerste zes dates gewoon niet zeggen wat je verdient. Ja. Ja. En, en, en vanuit de vrouw... en dan kan je die vrouw toch gewoon niet kwalijk nemen? Ik neem een vrouw zeker niet kwalijk. Maar het gekke vind ik, wij kunnen de vrouwen wel begrijpen hierin. Ik begrijp heel goed dat een vrouw het lastig vindt op een man afstappen of een vrouw een afwachtende houding aanneemt. Want ik vind ook de old school, een man moet naar een vrouw komen. Dus het gedeelte van de vrouw snap, snap ik dan. laat ik voor mezelf praten. Alleen voor. Jou in dit geval is het heel lastig, blijkbaar, om te begrijpen hoe moeilijk het is voor een man op een vrouw af te stappen. En dan komen we bij het hele issue waarom er zoveel vrijgezellen zijn. Die afwachtende houding van mannen, dat komt omdat mannen niet op een vrouw af durven te stappen. Social media, wordt je al gauw afgeschoten. Nou, of... kijk, ik, ik zeg heel eerlijk: in 2023 vind ik niet dat vrouw heel erg de afwachtende houding houdt. Want ik zag bijvoorbeeld ook iemand tussen mijn vriendenlijst op Instagram. waarvan de vrouw de man ten huwelijk heeft gevraagd. Hè? Ik zie ook heel veel vriendinnen van mij die zelf een man DM'en of zelf op een man afstappen. Dus ik zie dat probleem niet. Maar wat denk jij dat dan de oplossing is? Ik denk dat de oplossing is dat, uh, dat er meer ruimte moet komen voor de man. Want als je uitgaat van old school. Uitgaan van de man gaat achter de vrouw aan. De man moet het initiatief nemen om, om, om een vrouw mee op date te vragen. Geef die man ook de ruimte. En geef die man ook ruimte om fouten te maken daarin. Neemt de man je mee naar een horrorfilm. Of maakt hij een verkeerde opmerking. Of houdt hij de deur open. En, de, en dan ben je niet van gediend. en dan ben je niet van gediend. Laat die man fouten maken. Want verder in je relatie zal die ook fouten maken. Zal die ook dingen doen die je niet leuk vindt. Dus geef die man de ruimte. Laat hem uitspreken. Geef hem en niet zo van: oh, hij is lelijk. Ga niet gelijk op uiterlijk af. Want het is toch, oh, ik val op innerlijk. Oh, no, jam, maar, ik maar, zeg je eerlijk, maar ik zeg je eerlijk, man. Ik ga niet tegen vrouwen zeggen... je vindt hem niet zo mooi, geef hem een kans. Nee, nee, nee. Ik dat vindt, ik, dat nee, nee. Als je ja. iemand niet aantrekkelijk vindt... vind je diegene niet aantrekkelijk. En nee, nee, nee. ja, ja, als nee. je diegene misschien leert kennen... en merkt van hey, hij is funny en hij is... oh, ik begin, begin hem eigenlijk steeds aantrekkelijk te vinden. Natuurlijk kan dat. En natuurlijk ja. is innerlijk belangrijker ja. dan uiterlijk. Want uiterlijk kan veranderen. Maar wat je niet leuk vindt, vind je niet leuk. Oké, dus Steven. Geef ze de ruimte. Ik denk dat ik je begrijp. En omdat ik je nu wel gelijk wil geven, gaan we dan ook een oproep doen naar dus de vrouwen. Een half uur geduurd of zo. Of langer. En dan wil je iets teruggeven oh, ja. en dan wil je iets goed doen, is het ook niet goed. Ja, en dan willen ja. ze het opmerking maken. Dan... Maar anyhow, vrouwen. Laten wij dan gewoon iets minder hard zijn. Als er een man op je afstapt, laten we wat liever reageren. Of wat vriendelijker, of begripvoller. Misschien is dat een beter woord. Duidelijker, ja. Duidelijker reageren. Dat is en. Raar, ja, want de vrouw kan toch ook zeggen. Ik van... zeg je eerlijk, ik heb geen medelijden met die boys hoor. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen, Mama. Toch niet? Ik vind persoonlijk, hij, hij vindt dat, maar ik, ik nee, vind nee, dat nee, niet. Nee, ik zeg niet medelijden, Ik zeg alleen. Ik vind ik ik gewoon, ik vind persoonlijk, tijdens het jagen heb je ook battle scars. Dat is waar. Klaar. Je gaat ja. vallen. Bam. Zo'n zo zo zebra kan je ook gewoon een dikke hoef, -hoef in je bek, ja. bek geven. Klaar. Neem, ik, ik vind het persoonlijk. Je bent een kerel. Je neemt het. Je staat op en je gaat weer verder. Je stof jezelf af. Als je de juiste partner vindt, dan ja. zal dat anders lopen. Ja, maar geef ze wel de mogelijkheid. Want het, een had kan al gaan rennen. Maar jullie kunnen ze niet eens rennen. Dus we hebben het de hele fucking tijd. Ja. Over duidelijkheid. Ja. Half uur lang. Ja. Hebben jullie het over dat vrouwen afwachtend zijn? Ja. En nu willen jullie zeggen dat je het begrijpt. Nee, dat ja, maak jij er weer van. Ja, maar ik, 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 ik kijk gewoon anders naar dat stukje dan hij, zeg maar. Hij is wat... Okay, uh, wat is de complicated question ja, van vandaag? Ik ga maar na, naar de complicated I'm question. Oké, okay, ik ga naar de complicated question. Niks zeggen, je dan zie je, je maar, de mannen hebben de broek niet aan in dit programma. My is my God. Het is Mahi, de vrouw. Die broek aan en dan heeft in zijn programma. er twee sterke manieren. Mag ik beginnen of moet ik nog even wachten? Doe het. Ja, ik zou hoor. Doorpraten. Complicated question komt binnen. Er staat: Hoi hoi, ik heb iemand leren kennen. Echt liefde op het eerste gezicht. Oeh. Nu gaf hij mij zijn snap. Gaan we weer. Wat ik al een beetje vreemd vond. Ik heb via snap mijn nummer gegeven en aangegeven dat ik een voorkeur heb voor appen. Hij blijft me snappen en uiteindelijk komt hij met het verhaal dat hij nog samen woont met de moeder van zijn kids. Daarom snapt hij, want hij gaat niet openlijk appen terwijl ze nog in één huis wonen. Ik zei: Ja, appen en snappen komt toch op hetzelfde neer? Zegt hij nee, want ze snapt staat stil en apart. Ik zei alsof je telefoon patrouille krijgt. Zei hij: Ja, ze is het niet eens of ze is het er niet mee eens, dus ze gaat zeker in mijn telefoon kijken. Nou, hij is bezig met zijn hypotheek en zo. Maar tot die tijd kunnen we niet openlijk een relatie hebben. Ik vind hem erg leuk en weet niet zo goed wat ik moet. Ik voelde al iets vanwege die snap. Dus ik ben wel blij dat hij eerlijk heeft verteld. Maar alsnog groetjes, Felicity. Ik krijg deze hele aflevering genoemd of zo. Ik weet niet. Uh, wat is dit nou Kijk, weer? Van... snap is sowieso een, een soort red flag. Als dat het al blijft. Het kan misschien beginnen bij dat het die guy denkt. Misschien ja, is het psycho. Is misschien is het psycho Ik ga mijn nummer nog niet geven. Die snap ik ergens. Want jullie kunnen psycho zijn. En ja. andersom ook. Boys kunnen psycho zijn. Niet minder, maar ja. Ga door. I don't know. Ik heb weinig. Ik als stap geen ervaring met boys op dat level. Maar hij is nog met haar. En hij geeft al aan. En worst. hij geeft het al aan, toch? Zijn we het eens? Mm, niet helemaal. Nee, nu ja. wil je niet met Steven. mij meewerken. Nee, Steven. Steven, even om Felicity een beeld te geven. Ja. Jij hebt. Uh, een dame bijvoorbeeld, je hebt twee kinderen met haar. En het gaat uit. Ja. Blijf jij met je ex in huis wonen als het uit is? Nee, maar als je nergens anders heen kan, zul je wel moeten. Bro. Je hebt twee bro, kinderen daar. Dus je 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 ik, ik vind, als je twee kinderen kan maken... dan heb je minimaal... minimaal... een vriend of een neef... waar je even ah. tijdelijk... of je moeder of iemand waar je tijdelijk even kan blijven. Uit... Hoe nou... blijf je in die osso op zo'n level... En je ex bepaalt ook nog. Dat betekent, jij bepaalt ook op je ex. Nou, dat kan ik mooi op inhaken. Want toen ik mijn vrouw leerde kennen... toen woonde ik ook nog daar in huis. Maar zij wist alles. Waar ja, in huis woonde bij je? Bij mijn ex. Maar ja, zij wist alles. Maar ja, we gingen uit elkaar. Ik sliep in een andere kamer. Ik kon nergens anders naartoe. Maar ik ben wel ook iemand van... Ik ga niet om mijn vriend of, of mijn, mijn moeder... mijn vader, mijn moeder die toen nog leefde. Maar ik ga niet terug naar huis. Ik denk, nee, dit is ook mijn huis. Dus ik slaap wel in een andere kamer. Dus ze wisten wel alles dat begin je wel gelijk, open kaart. Maar ik wou net zeggen, alles. jij hebt open kaart gespeeld. Ja, dat je wel. hebt iedereen verteld, what's up? Ja, dat wel. Ja, ik, ze wisten uh, allemaal hoe het zat. Zij wisten dat ik nog bij mijn ex zat natuurlijk. Want, en ik kwam moeilijk gelijk daar naartoe. En mijn ex wist ook dat ik een nieuwe vrouw had leren kennen, waarmee ik ja. mijn leven wilde okay, delen. Oké, hij is wel en... bezig met de hypotheek. Die guy, dus dat was wel een perspectief. Hij wachtte wel op iets, ja. zegt hij. Maar dus ik, ik weet het niet, man. Ik, ik zou eerlijk zeggen, uh, Felicity... Alle respect, maar je, hij heeft het aangegeven. Hij heeft gezegd: dit is de situatie. Ja, dus dan kun je wel allerlei red flags gaan gooien, maar dit is de situatie. En misschien is het wel zo dat hij haar niet verder wil kwetsen. En als hij dan uiteindelijk zijn eigen plek heeft of zijn eigen huis heeft, dat hij dan, dat weet ik niet. Maar je kan wel gelijk de andere kant nemen. Maar ik bedoel meer ruimte geven. We hebben het net erover gehad: de ruimte dat geven. Snapchat. Ja, je kan wel Snapchat roepen. En hij maar... zegt toch ook van: ik kan niet bellen, dit, dit, want ze, ze begrijpt het en. U, u, maar ze Snapchat. zijn uit elkaar. Ja, dan ja. zijn ze toch niet uit elkaar. Dat weet ik niet. Heb krijg zeg... het gevoel dat hij ook geen ruimte aan haar geeft om met de nieuwe guy te appen, met de nieuwe guy te. Er is nog te veel. Er, er rommelt wat daar in mij. Kijk, dat is gewoon hoe, Snap je? Ik vind gewoon. Het klopt niet helemaal. Kijk, als het gewoon zo was dat hij zoiets zei ja. van: hé, hey, luister, ik woon nog zoals jij het hebt uh, gedaan, ja. zeg maar. Dat vind ik een heel ander verhaal. Ja, je hebt gewoon tegen je ex gezegd: Hé, hey, ik, ik leer net iemand kennen. Je slaapt in een andere kamer zelfs, bro. Ja, klopt. Hey, klopt. Vind ja. netjes. Ja. En, 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 en je zegt ook tegen je, je vertelt beide dames basically wat de situatie is. Ja, klopt. Dat vind ik een heel ander verhaal dan: Hé, hey, yo, ik moet het stiekem doen. Blablabla. Ja, dat is waar. Dat betekent ja. dat jij waarschijnlijk ook op de nek van je ex zit, bro. En misschien is het helemaal niet je ex. Ik zeg gewoon, zeg hem gewoon: weet je wat? Raam eerst je rommel op. En dan praat ik. En dan schuif ik mijn nieuwe rommel jouw kant. Zeg Exactly. Ja. ja als, als hij... het zo stelt, ja. ja, ja. Ik zeg wel: never judge a book by its cover. Hè. Misschien speelt er meer, misschien hij gevoelens, misschien durft hij wat. Dus dit is niet, al weet een weet hoofdstuk 1. En dit ja, is maar, geen cover, maar, maar de hele <laughs> De hele foto is. In die, in die. hoe heet die dat voorstuk? Hoe noem je dat ook alweer? Voorwoord. Uh, voorwoord klopt al niet echt helemaal. Ja, okay. Het voorwoord zegt dan van ja, je kan niet. Je moet even stoppen 5. bij bladzijde 5. Moet je even stoppen. Want. <laughs> nee, nee, Oké, okay, nee, het, nee. nou, het, nee, het, nee, het stinkt een beetje. Laten we okay, Het stinkt een beetje. Het stinkt een beetje. wees een kerel. Wees een kerel. Ja, we hebben vrede. Het stinkt, het stinkt een beetje. Sorry broeder, uh, wie je ook bent. maar ik, uh, ik uh, Speel open uh, kaart. Hè. Ja, open ja, kaart ja, spelen, ja. zeg gewoon van Hebben we de dit. hele aflevering vrede? Absoluut niet, want die vorige eerste aflevering niet. Zie hoe mannen zijn. Zie dat... hoe mannen zijn. Nee, ik hoe denk dat van sowieso nog I'm een keer terug out. moet komen. <laughs> ja, dat krijg je. Hè. Dan lopen ze weg. Ja, kijk. En dit moeten we al helemaal niet doen. Bij elkaar. Man niet en vrouw niet weglopen tijdens een discussie. Dat moeten we niet doen. Maar... Maar, heb jij ook een complicated question? Stuur het dan af. It's complicated at en dan gaan wij, je proberen, gaan wij je proberen te helpen, hoe moeilijk de vraag ook kan zijn. Bedankt Steven. En bedankt dat ik mag komen.